Kijk, dit is een mooi voorbeeld. Dit voertuig die staat niet in een parkeervak, maar die staat op stoep geparkeerd. Dus die krijgt dan vanaf vandaag een boete van ons. Voor vandaag controleerden de scanauto's alleen op mensen die geen parkeergeld betaalden. Het aanpakken van foutparkeerders was de taak van de zogeheten buitengewone opsporingsambtenaren. Maar deze BOA's hebben ook allerlei andere prioriteiten, waardoor je met je fout geparkeerde auto vaak vrij uitging. De kans dat ze voorheen door een BOA-ambtenaar werden beboet, die was veel kleiner. Wij bezoeken elke parkeerplek in Amsterdam bezoeken wij minimaal één keer per dag. Dus de kans dat die auto's in overtreding staan een bon gaan krijgen, die is groter. Hier hebben we weer een foutparkeerder. Dit is een parkeerplek bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen. En zoals je ziet, dit is geen elektrische voertuig. En hij is ook niet aangesloten op de elektrische oplader. Dus dan komt hij binnen bij mijn collega op de scherm bij het image review systeem. En als zij kan zien op het beeldscherm van hey, dit is een auto die staat op een elektrische oplaadplek, maar hij is niet aangesloten, dan stuurt zij hem door naar de collega BOA op de scooter. Die komt dan ter plekke de boete opleggen. Ja, ik kom het afmaken. Ik heb een melding gehad via de PDA dat deze meneer of mevrouw verkeerd geparkeerd staat op een elektrische laadplaats zonder aangesloten te zijn. Dus deze krijgt een bekeuring van ons. Hoeveel wordt het? Het wordt 90 euro. Plus de 9 euro administratiekosten tegenwoordig, hè? Dus ja, vanaf vandaag gaan we deze ook nu aanpakken. Het is oppassen geblazen, hè, van zeker. Mensen? Ja, de Amsterdammers zijn gewaarschuwd. Ja, want het is waarschijnlijk dat er nu nog veel meer boetes worden uitgedeeld. Komend voorjaar gaat de gemeente de resultaten evalueren.